Goedenavond. Welkom bij de laatste lezing in de serie Wat is vrijheid? Mijn naam is Gerry Shakarim en ik ben programmamaker bij Studium Generale. Deze serie maken we in samenwerking met het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht en de Bibliotheek Utrecht. Vind je onze programma's leuk? Vergeet dan niet dit filmpje te liken of te abonneren op ons kanaal. Dan krijg je automatisch een berichtje als er een nieuwe video verschijnt. In deze serie hebben we het over vrijheid. En deze serie staat onder leiding van essayist Bas Heijnen. In zijn werk bespreekt hij vaak wat het betekent om mens te zijn in de hedendaagse maatschappij. Voor deze serie gaat Bas Heijnen in gesprek met filosofen, schrijvers en denkers over de verschillende facetten van vrijheid. Eerder spraken we onder andere over de geschiedenis van ons vrijheidsbegrip en wat autonomie tegenwoordig betekent in een digitale wereld. Vanavond gaan we het hebben over de waarde van dieren en de natuur. Er is momenteel voldoende om ons zorgen over te maken. Er is een klimaatcrisis, er zijn problemen met een teruglopende biodiversiteit en er zijn allemaal ecosystemen uit balans. We moeten niet een beetje van onze vrijheid inleveren om de natuur minder te schaden? Bas Heijnen gaat hierover in gesprek met schrijver en filosoof Eva Meijer. Eva Meijer is een vurige pleitbezorger voor een andere kijk op de natuur en dieren. Dit jaar schreef zij het essay voor de Maand van de Filosofie over het thema De Natuur was hier. In 2017 promoveerde ze met haar proefschrift Political Animal Voices, waarin ze de politieke relatie tussen mensen en andersoortige dieren onder de loep neemt. Voor de mensen die live meekijken, je kan meepraten in de chat. Dus als je opmerkingen hebt of vragen, laat het vooral weten. Dan zorgen wij dat die hier in de zaal terechtkomen. Dan wil ik nu het woord geven aan Bas Heijnen en Eva Meijer. Dankjewel, Gerry. Dit is het derde gesprek. Hiervoor heb ik gesproken met Annelien de Dijn over vrijheid als historisch begrip. Hoe mensen vroeger vrijheid opvatten als een idee om in vrijheid de samenleving vorm te geven. En hoe dat idee langzaam is vervangen naar een idee van persoonlijke vrijheid. Dat mensen dat je gevoel dat je mag doen wat je zelf wil, je eigen keuzes kan maken. En daar hebben we over gesproken. En de tweede avond was met Mirjam Rasch, auteur van Frictie. Een winnares Socrates Beker is het, geloof ik. En die, daar ging het over hoe je vrij kunt blijven of autonoom kunt blijven in een tijd waarin digitalisering het steeds makkelijker maakt om mensen te reguleren, in je hoofd te komen, te sturen, te nudgen. En hoe je daar zou tegen kunnen gaan verzetten. Maar de derde avond gaat over vrijheid in een, denk ik, wat complexere vorm. En ook een lastiger begrip. Over de relatie tussen de mens en zijn omgeving. De wereld waar hij in leeft. Of de planeet waar hij op leeft. En de relatie tussen mens en dier. Maar ook mens en natuur in het geheel. Vrijheid, staat daar, wat zou jij denken als het woord vrijheid met die thema's gecombineerd wordt? Wat zou jij dan zeggen? Is dat een beperking van vrijheid? Want jij zei net al, we moeten opgeven en inbinden. Of is het een uitbreiding van vrijheid? Nou, dat is eigenlijk precies de vraag waar ik over nadacht toen ik gisteren weer keek van waar gingen we het ook weer over hebben vandaag. Omdat in de aankondiging van ons gesprek het inderdaad lijkt alsof wij als mensen iets moeten opgeven als we de belangen of de vrijheid van de andere dieren en de natuur serieus willen nemen. Terwijl ik eigenlijk denk dat dat geen tegenstelling is, maar dat zowel onze belangen en ons voortbestaan als onze vrijheid verbonden zijn met die andere wezens waar we de wereld mee delen. En ook met de gezondheid van de wereld, gezondheid van de ecosystemen en de natuur. Want als je, ik bedoel, vrijheid is niet ongebreideld consumeren of de vrijheid om een grote auto te kunnen rijden of zo. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen die mensen misschien graag willen. Of door een ideologie waar we onder leven denken dat ze die graag willen. Maar dat,
ja, dan krijg je een soort situatie waarin iedereen als het ware op een eigen eilandje zit en ergens op afkoerst en denkt, mijn tijd zal het wel duren. En ik denk dat het interessante van onze tijd eigenlijk is dat voor de mensen steeds duidelijker wordt dat onze vrijheid en onze gezondheid en ons lot, zou ik bijna zeggen, maar dat klinkt een beetje metafysisch, niet alleen in onze eigen handen liggen als mens. En je ziet ook dat in westerse denktradities er heel vaak opposities centraal staan. Dus mens tegenover natuur, mens tegenover dier. Terwijl in de inheemse culturen op verschillende continenten er juist veel meer uitgegaan wordt van een holistisch begrip, waarin die vrijheid inderdaad veel meer verweven is met de vrijheden van anderen. Heb je het gevoel dat dat beeld aan het kantelen is? Dat je beschrijft ook in je werk uitgebreid over hoe vroeger altijd gedacht werd, en ook door filosofen, de mens tegenover de natuur. En je hebt problemen met zowel het begrip mens, zoals dat is geïnterpreteerd, als wel het begrip natuur, zoals dat geïnterpreteerd is. Laten we beginnen met mens. Wat is daar aan scheef gegroeid aan ons besef van het mens zijn? Ik denk ten eerste al waar we het net over hadden, dus dat je inderdaad als mens losstaat van de andere dieren en van de natuur, terwijl mensen ook dieren zijn en mensen ook natuurlijke wezens zijn. We bestaan uit natuurlijk materiaal. Dat hebben we nu met de coronapandemie ook weer heel duidelijk meegekregen. We zijn niet almachtig en we zijn gewoon kwetsbare wezens. En dat wat je eigenlijk ziet is in elk geval in de westerse filosofische traditie dat in elke tijd die mens net een beetje anders gedefinieerd wordt, maar wel al bij de Grieken eigenlijk als een bijzonder dier, een uitzonderlijk dier, het dier dat reden heeft, logos, een precies sociaal-politiek dier dat kan samenwerken. Maar bij die Grieken zie je ook nog wel dat die andere dieren dat het meer geheel is, dat iedereen eigenlijk zijn eigen plek heeft. En dan in de in de geschiedenis van het denken wordt die mens, in het christendom krijgt de mens een speciale functie en zie je ook dat er bepaalde begrippen ineens een rol gaan spelen, zoals instinct en intelligentie, wat eerder niet bestaat. Al die dingen, kijk, dat is een mens als kroon op de schepping. Precies, maar kijk, dat is dus zo leuk, zowel van filosofie, dus dan ga je nadenken, waar komen die begrippen vandaan, wat betekenen ze, maar ook van de taal, weet je wel, wij nemen heel veel van die begrippen voor lief aan, en we denken, oh, het is zo. En als je er een beetje naar gaat kijken, van, hé, waar komen ze vandaan, en je gaat eraan zitten morrelen, dan blijkt dat het helemaal niet zo vaststaat. Maar goed, we hadden het over die mens, nou, dan kom je in de verlichting en dan komt die autonomie waar je het net ook over had en die vrijheid die komt heel erg centraal te staan. En dat zijn ook heel belangrijke waarden en dat zijn heel, want dat is ook verbonden met voor jezelf nadenken en voor en kritisch zijn en een soort gelijkheidsideaal dat we ook niet weg hoeven te gooien. Maar dat heeft ook een keerzijde, want als je de mens als uitzonderlijk ziet en als autonoom, dan betekent dat ook dat mensen hebben gewoon heel erg de neiging om zichzelf toch het belangrijkste dier te vinden. En dat was een van de dingen die ik tegenkwam toen ik filosofie ging studeren. Het is echt wel een tak van sport voor mensen, door mensen, over mensen. En voor een deel is dat ook logisch. Maar daardoor zijn er ook problemen ontstaan. En ik denk dat nu de coronapandemie is iets wat ons leven heel erg beïnvloedt. En waarvan de oorsprong te maken heeft met hoe wij als mensen met de aarde omgaan. En daarmee wil ik niet zeggen dat mensen ooit hebben bedacht, laten we met z'n allen de aarde gaan uitbuiten. Maar wel dat we nu in een systeem zitten waarin dat heel erg voor lief genomen wordt. Dus zoonozen ontstaan door boskap,
De vee-industrie draagt eraan bij, omdat ziektes dan heel makkelijk kunnen overspringen op heel grote groepen dieren. Ecosystemen worden aangetast door menselijke industrie. Nou ja, mensen weten het, de mensen die thuis meekijken kennen die verhalen, over de oorzaken. En dat zijn ook de dingen die ten grondslag liggen aan de opwarming van de aarde. Verlies van biodiversiteit, al dat soort dingen. En, heb je het gevoel dat die pandemie, die duurt langer dan de meeste mensen hadden voorspeld. En in het begin van die pandemie was er heel erg het effect van, ja, nu is het tijd om grote veranderingen door te voeren, want we krijgen die rekening gepresenteerd, hè, die jij net beschrijft. Ja. Maar mensen zijn ook heel dierlijk. Zoals jij, juist het dierlijk is ook, zodra het weer, er was ook voorspelling, mensen gaan minder vliegen nu en dit en dat. Nou, de mensen stonden natuurlijk, zodra er weer gevlogen kon worden, stonden in de rij om op vakantie te gaan. Dus zodra net als je ziek bent, neem je van alles voor. En als je beter bent, dan ben je eigenlijk al je lessen die je had geleerd weer vergeten. Of is er wel een kentering aan de hand, denk je? Ja en nee, er zijn kenteringen aan de gang. Ik denk dat er binnen de universiteit, binnen de wetenschap, zijn er heel duidelijke kenteringen aan de gang. Dat zie je zowel in vakgebieden als biologie, etologie, die zich dus op het onderzoeken van dieren richten. Nou, daar kunnen we het straks misschien nog eventjes over hebben. Die nemen veel meer die dieren serieus voor wat voor dieren ze zijn. Die nemen niet langer de mens als uitgangspunt. En dat levert ook ander onderzoek op. En dat is interessant, dat is grappig, want dat zegt iets over hoe blind we soms ook zijn voor de wereld. Maar je ziet het ook in de geesteswetenschap. Daarin is ook een heel duidelijke trend zichtbaar onder studenten, maar ook in vakken die aangeboden worden. Waarin niet langer, niet langer die mens, dus een soort dierlijke wending, zeggen sommige mensen wel. Of dierlijk, misschien meer een planeetachtige wending. Dus binnen de wetenschap veranderen er dingen langzaam maar gestaag. Dat de mens meer als een onderdeel van de natuur in plaats van tegenover de natuur. Ja, maar ook allerlei vragen die ermee samenhangen. Herziening van de mens ook in relatie tot technologie en machines en digitalisering. Eigenlijk veel meer een kritische benadering van dat. Van hoe we altijd dachten dat de mens was. Bijvoorbeeld decoloniale denkers beginnen ook steeds meer invloed uit te oefenen in het mainstream denken. Dus die betogen eigenlijk dat de witte mens, dat het niet gaat om de mens, maar dat het om een specifiek beeld van de witte mens gaat, dat eigenlijk dominant is geweest. Met een heel aantal eigenschappen die nu als neutraal worden voorgesteld, maar die eigenlijk allerlei oude machtsverhoudingen nog in zich dragen. Dus dat is, zeg maar, je vroeg naar zijn er veranderingen zichtbaar? Nou ja, binnen de wetenschap denk ik wel. Daarnaast leven we in een politiek systeem dat erg gericht is op de korte termijn en waarin vanwege de structuur van het systeem, maar ook vanwege de partijen waar mensen op stemmen, dat het eigenlijk moeilijk maakt om echt naar de toekomst te kijken. En dat is denk ik wel iets wat we als samenleving moeten doen. Dus hoe dat politiek gaat, maar ook hoe het als samenleving gaat. En de media, die toch ook de neiging heeft om vaak de meest media-genieke verhalen te willen verslaan. Dus wat is dat op het moment? Corona, relletjes, dat soort dingen. Maar ik denk dat we met z'n allen als samenleving die dialoog naar de toekomst meer moeten voeren en op een andere manier moeten gaan voeren. Kijk, je hebt klimaatstakende jongeren. Er zijn wat van die trends. Maar ja, we kunnen toch ook niet aan de jongeren allemaal overlaten. Nee, institutioneel zie je nog niet heel veel gebeuren in de politiek. Of, nee. Ja, je hebt nu wel een nieuw kabinet wat er aankomt. En wat zegt, voor de kerst dat krijgen dat de transitie handen en voeten gaat krijgen. En Rutte die vertelt, er is genoeg geld en de burger hoeft er niks van te merken. En dat is zijn, dat is zijn kenmerk. Hè? Dus als we er niks van merken, dan kan het gebeuren, want er is heel veel geld. Ja. Dus het besef lijkt wel door te dringen. En niemand zal meer ontkennen dat het de hoogste tijd is. Alleen,
je voelt nog niet heel veel bewegen. Nou ja, op een gegeven moment moet het. Dat is net als met corona. En dan blijkt er ineens ook wel veel mogelijk te zijn. Maar dat kan nog wel even duren. Ik vind het ook wel interessant dat je zegt, niemand hoeft er iets van te merken. Want wie merkt waar wat van? Hè? Ja. Ik bedoel, als het over klimaatverandering gaat, zijn er natuurlijk allerlei mensen ter wereld die al heel veel ervan merken. Of dat nou klimaatvluchtelingen zijn in Bangladesh of eilandengroepen in de Zuidelijke Oceaan die onder water lopen. Dieren die moeten vluchten, die hun leefgebied kwijtraken, die allerlei nieuwe parasieten krijgen. Dus er wordt al flink wat van gemerkt. Maar ik denk dat niet Rutte door de bedoelt, Nederlanders. De VVD-stemmer, en dan gaat het over consumeren en dan gaat het over barbecuen en dan gaat het over wat je zei, dat je gewoon niet in je portemonnee te hard wordt geraakt vanwege de warmtepomp, zeg maar. Dus dat zijn daar eigenlijk in die, maar goed, daar in die wereld leven natuurlijk wel heel veel mensen, ook in Nederland. Dus dat is dan nog wel een beweging die bijna nog helemaal op gang moet komen. Ja. Of juist ook heel veel verzet oproept op dit moment. Maar laten we eventjes, het idee van die mens. Om kort samen te vatten, je moet me corrigeren als ik het niet goed doe. Die mens die zichzelf als een soort autonoom wezen, wat of boven de natuur staat of apart van de natuur, die wordt steeds meer zeker in academische zin wordt hij steeds meer op een andere manier geïnterpreteerd als iemand die organisch verbonden is met die veel dierlijker is dan we vermoeden. Aan de andere kant heb je ook een filosofie kant die juist zegt hij is veel technologischer dan we vermoeden. Peter Paul Verbeek bijvoorbeeld, die zegt het is een technologisch wezen altijd geweest. Maar je ziet dus dat mensbeeld is heel erg aan het veranderen en ook aan herziening toe. Maar ook met een zekere noodzaak, omdat er heel veel op het spel staat. Het andere aspect is dat idee van die natuur waar we hebben. En jij zegt op een gegeven moment, ik geloof in dit boek, van, ik word heel erg ongemakkelijk van het woord natuur. Waarom is dat? Nou ja, eigenlijk omdat het een woord is waar heel veel mensen zich iets bij voorstellen. Dat geldt voor dieren trouwens ook. Hè? Misschien voor dieren nog wel meer. Daar hebben mensen ook heel erg een mening over. Maar bij natuur, natuur is eigenlijk heel. Wij denken dat natuur iets oerachtigs is, iets echt. Dat heeft te maken met Schotse hooglanders en met natuurgebieden. Sommige mensen vinden ook al een polderlandschap echt een enorm natuurgebied. Is het ook, weet je wel, ook dat is, er is veel natuur te vinden, maar wat is die natuur dan? Het is een begrip dat eigenlijk heel makkelijk gebruikt wordt en niet zoveel betekent. Omdat het, in Nederland is er geen oernatuur. Dat is een soort romantisch beeld. En het hangt samen met allerlei vooroordelen. De natuur wordt voorgesteld als vreed of als juist als heel erg mooi. Het is vaag. Het stelt niet zoveel voor. Ik kan me daar ook niet zo heel veel bij voorstellen. En tegelijkertijd weet ik dat als ik buiten ben, dan heb ik wel een soort natuurervaring. En ik hou ook van bloempjes die tussen de tegels groeien. Ja. Maar ik zie vooral heel erg, en zeker in Nederland, als je echt ergens bent waar meer buitenwereld is die losstaat van de mens, dan dat is denk ik meer wat ik me bij dat romantische beeld van natuur voorstel. Maar ik denk dat wat wij in Nederland hebben, dat zijn eigenlijk allemaal verklevingen tussen natuur en cultuur. En er is een Amerikaanse wetenschapsfilosoof, Donna Haraway, die noemt dat ook nature cultures. Dus die wijst er eigenlijk steeds maar op dat wij als mensen deels natuur zijn en deel cultuur. Andere dieren ook, hè, want andere dieren hebben ook culturen. Het is niet zo dat zij automatisch aan de kant van de natuur vallen. Maar heel vaak zijn die twee begrippen, natuur en cultuur, niet zo goed uit elkaar te halen. Of het nou gaat over een Nederlands natuurgebied, want die dingen zijn aangelegd, mensen hebben daar een beeld bij, die denken, nou, dit is mooi, dat is echt natuur. En dan planten ze dat daar. Of er zijn schapen die dan weer weggehaald moeten worden van de Veluwe, omdat de wolf eraan komt. Dat is allemaal heel erg cultureel bepaald, wat wij natuur vinden. Maar in huisdieren zie je het ook bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n soort verkleving van natuur en cultuur.
Het is eigenlijk heel vreemd. En wat is er, dus wat jij echt, je bezwaar tegen dat idee van de cultuur is dat het uiteindelijk een soort een cliché is die wat weinig betekent? Of wat, ja, het is een cliché. En het is het een schaamde cliché? Het probleem ervan is dat het de natuur ziet als iets wat buiten de mens bestaat. Ja. En wat eigenlijk ook bijna ten behoeve van de mens bestaat. En verder, ja, als je wil kijken naar waar de problemen zitten, moet je dieper inzoomen. Weet je dan, als je bijvoorbeeld naar natuurdocumentaires kijkt, dat is, daar wordt een bepaald beeld van de natuur gepresenteerd dat spectaculair moet zijn. Of omdat het mooi is en overweldigend, maar buiten ons, we hoeven er niet zoveel mee. Of omdat het gewelddadig is, weet je, alsof dieren heel erg elkaar aanvallen de hele tijd. Nou, daar hebben ze helemaal geen energie voor. Maar goed, die mensen zitten gewoon heel lang te wachten tot die dieren iets doen, want anders is het heel saai. Je wil niet de hele dag kijken naar een leeuw die uitgestrekt ligt, weet je wel, dat is, nee, saai. Dus die leeuw moet dan iemand aanvallen en dat willen we dan zien. Dus daar zitten ook heel veel stereotype ideeën, nee, in. Maar tegelijkertijd, want dat is ook voor de maand van de filosofie gaf ik hier lezingen over. En uiteindelijk had ik wel ook heel erg het gevoel, het is ook een normatief begrip, natuur. Hè? Het roept ook iets op in mensen om te willen beschermen. En het kan mensen ook juist het gevoel geven dat we deel uitmaken van iets wat groter is dan wij. En wat, ja, de moeite waard is en waar we op wat we nodig hebben, waar, ja, we op leunen als, ja, als soort, maar ook als gemeenschap. Maar dan is het bijna een, zou je zeggen, een spiritueel idee van de natuur. Dat is iets wat eigenlijk zich onttrekt aan ons eigen materialisme. Maar wij zien er dan een soort hogere betekenis in voor onszelf. Dan heb je, als je over dieren spreekt, dan is er heel vaak die een beetje romantische kijk op dieren, of laten we zeggen de gebruikskant van dieren, of de ophemelkant, de wonderlijke wereld van de, ja, natuur, zullen we maar zeggen. Hè? Ja. Dat wat je vroeger al die documentaires zag. Maar jij, als je over dieren schrijft, en doe je expliciet over politieke dieren. Nou, ik denk dat heel veel mensen die niet heel erg ingevoerd zijn in de academische betogen, ik denk politieke dieren, hoe zie ik dat? Jij noemt dat zelf in je boekje. Kun je een hamster meenemen naar een parlement, in de zin. Hè? En in wezen breek je daar wel een soort lans voor. Niet letterlijk misschien, maar wel figuurlijk. Kun je dat uitleggen? Ja, dat kan ik uitleggen. Ik noemde net al even dat er anders naar dieren gekeken wordt. En dat hangt ook samen met die deconstructie van de mens, hoor, denk ik. Dat, ja. En ook bijvoorbeeld, kijk, in de jaren 70 had je poststructuralisme, maar ook bijvoorbeeld feminisme. Hè, dat zijn allemaal eigenlijk kritische denkstromingen over wat voor wezens mensen eigenlijk zijn. En ik denk dat dat ook heeft, dat kritische denken geholpen in een andere manier van dieren onderzoeken, niet menselijke dieren onderzoeken. Want heel lang werden dieren vooral gebruikt, en eigenlijk is dat voor een heel groot deel nog steeds zo, maar er zijn ook alternatieven. Heel lang werden dieren gebruikt om dingen uit te zoeken over mensen. Een heel goed voorbeeld is taalonderzoek. Mensen hebben altijd wel andere dieren onderzocht in taalonderzoek, maar de reden was omdat ze iets te weten wilden komen over mensentaal. Ja. Dus aan het begin van de 20e eeuw waren er bijvoorbeeld experimenten met chimpansees en dolfijnen, papegaaien. Maar met die chimpansees, die kwamen terecht in mensengezinnen. Onderzoekers die ook een eigen baby hadden. Dus dan deden ze zo'n chimpanseebaby en een mensenbaby naast elkaar. En dan gingen ze kijken hoe goed die baby's taal aan konden leren. Mensentaal. Ja. En het idee was dan dat ze iets zou kunnen vertellen over de herkomst van mensentaal. Of dat natuur is of cultuur, heb je die begrippen weer. Is allemaal heel evil, zit heel diep erin. Maar goed, dat is heel erg aan het veranderen. En daardoor verandert ons beeld van dieren ook. Want als je dieren onderzoekt naar hoeveel ze op mensen lijken, zullen ze vaak niet zo heel goed scoren. Dus als je een chimpansee probeert te laten spreken in mensentaal,
werkt dat gewoon niet zo heel goed. En een dolfijn al helemaal niet. Dus toen zijn ze gebarentaal gaan gebruiken. Nou, daar waren die primaten ontzettend goed in. Die konden vertellen over hun heel vroege ervaringen in hun leven. Waaruit blijkt dat ze een narratieve identiteit hebben. Over hun emoties, over de emotie van de ander, over allerlei objecten. Nou ja, ga zo maar door. Ze hebben ook gewoon een innerlijk leven en daar konden ze over praten. Maar dat zegt ons nog niks over hun talen. Vooral hoe goed ze die tweede taal kunnen leren. Als ik over dierentalen ga praten, kan ik ook heel lang praten, dus ik hou het kort. Maar er wordt nu heel mooi onderzoek naar gedaan. Dus wij denken dat mensen de enige wezens zijn die namen gebruiken. Maar dolfijnen doen dat ook, papegaaien doen dat ook, vleermuizen doen het ook. Vleermuizen roddelen heel veel, dus dan maken ze ruzie. En dan vliegt er eentje weg en dan praten ze nog lang na over die vleermuizen. Okay. En zo is er van alles, weet je. Alleen mensen zijn nog net begonnen om dat te onderzoeken. Dus we weten er nog weinig van. En hetzelfde geldt eigenlijk voor cultuur. Dat wordt ook steeds belangrijker, ook in conservatie. Dierenculturen werden heel lang geacht niet te bestaan. Dus er werd ook geen onderzoek naar gedaan. Dat verandert nu. Het is een heel lange introductie om iets te zeggen over politieke dieren. Want wat is er namelijk aan de hand in de filosofie? Heel lang werden dieren vooral bestudeerd in de ethiek. Mm-hmm. En ethiek gaat over vragen, hoe moet ik als individu me verhouden tot die dieren? Mag ik ze eten, doden, gevangen houden? Waarom wel, waarom niet? Moeten we kijken bij dieren naar of ze gevoel hebben? Ja. Of zijn het toch een soort wezens, net als mensen, die ook intrinsieke waarden hebben? Dus waar we helemaal niet aan mogen komen. Of zijn het wezens die kunnen floreren? Dat zijn een beetje de drie stromingen: utilisme, deontologie en deugdethiek. En vanuit die drie ethische hoofdstromingen werd er ook nagedacht over dieren. Maar in die manier van denken is er eigenlijk nog steeds een soort subject-object relatie. Dus wij als mensen zijn de subjecten en die dieren zijn de objecten. Wij denken over die dieren na. En het maffe is dus dat er in die dierwetenschappen steeds meer over dieren als subjecten gesproken wordt. Met een subjectieve ervaring, met een bepaald beeld op hun eigen gemeenschap, maar ook op mensen. Want er zijn ook bijvoorbeeld kippen geven mensen namen als ze met verschillende mensen samenleven. Hoe hebben ze dat ontdekt? We observeren, geluid opnemen. Okay. En er zijn grondeekhoorns, die heten prairiehonden, die zijn heel goed onderzocht. En die praten dus heel uitgebreid over mensen. Als mensen hun terrein opkomen, dan vertellen ze tegen elkaar: hé, er komt een mens aan, die is zo en zo lang, ziet er zo en zo uit. Nou ja, in elk geval, die dieren hebben ook een perspectief op het leven. Maar voor een filosoof is dat heel erg ingewikkeld. Ja. Hè? Want dan is niet alleen nog, de mens is niet langer het enige denkende wezen. Nee. En wat je ziet is dat er nu in de politieke filosofie heel veel over dieren wordt nagedacht. Er is een soort politieke wending in de dierfilosofie. En zelfs andere politieke filosofen die van oudsher, filosofen zijn niet zo heel erg gek op dieren, die, wat ik al zei. Het zijn grappige vragen. Want eigenlijk ga je dan door die dieren ga je weer nadenken over wat is rechtvaardigheid eigenlijk. Hè? Wat is een democratie? Wat betekent het dat we allemaal gelijk zijn? Wat betekent het dat alle stemmen meetellen? Wat nou als die dieren ook stemmen hebben die ook meetellen? En toen ik aan filosofie studeerde, was die politieke wending eigenlijk in volle gang. Dus er kwamen allemaal politiek filosofen en de een zei: we moeten ze meenemen omdat dat rechtvaardig is en goed vertegenwoordigen. En andere filosofen zeiden van: ja, maar die dieren zijn zelf ook een soort politieke actoren. Yeah. Want ze verzetten zich bijvoorbeeld in werkrelaties met mensen. Ze vallen mensen aan. Orang-oetangs in dierentuinen in de Verenigde Staten werken heel erg samen om te ontsnappen. Dus dat is een heel gedoe daar. Dan worden ze de hele tijd uit elkaar gehaald, omdat ze er gewoon anders allerlei trucjes hebben en technieken. De een die steelt een bezem en die verstopt hem ergens en de ander klimt dan weer uit dat hok. Nou ja, heel gedoe. Maar dat was eigenlijk toen ik filosofie studeerde binnen het dierendenken aan de gang. En wat daar miste was begrip voor taal en politieke communicatie. En dat is waar ik me toen op gericht heb. Ook omdat dus dat denken over die dieren en taal eigenlijk steeds meer
serieus komt te staan. Aan de ene kant is het net science fiction, hè? Want de dieren die praten en politiek handelen. En hoe moeten we dat nou doen? Maar het interessante is dat wanneer je je verdiept in die gemeenschappen die dieren vormen, je blik ook eigenlijk kantelt op wat het betekent om samen te leven, ook in het geval van mensen. En mensen denken ook heel vaak dat het of-of is. Weet je wel, je moet of je op de dieren richten, of op de vluchtelingen, of op de toekomstige generaties, of op je eigen hachje of zo. Terwijl heel veel van die vragen, zeker wanneer het over anderen gaat, ongeveer dezelfde structuur hebben. Ja, maar die structuur die kun je eigenlijk samenvatten. Wat je is dat die mens zich op een totaal andere of nieuwe manier leert verhouden tot de wereld waarin hij leeft. En de mensen waarmee hij te maken heeft, maar ook de natuur en de dieren waar hij mee te maken heeft. Het vereist een enorme omslag in de verbeelding. Ten eerste. Ja. En daarna in de praktijk misschien. Maar in ieder geval eerst een manier van kijken die totaal anders is op jezelf. Ja. En dat, je ziet dat natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, al in heel veel bewegingen die nu op dit moment, als het over gender gaat, of over Black Lives Matter, of over MeToo, mannen en vrouwen. Ja. Dus heel veel relaties waarvan iedereen dacht van ja, het zit ongeveer zo, of we hebben het allemaal geregeld via de wet. Ja. Maar in de praktijk, in de cultuur, blijkt het totaal scheef te zijn, blijkt ongelijkheid te zijn, discriminatie en gewelddadigheid. Nou, daar zie je dus een beweging. En jij zegt eigenlijk die verhouding met die dieren, dat is eigenlijk een soort lood aan diezelfde stam. Dus dat daar ook een soort verandering plaatsvindt in je verhouding tot die dieren. En dan minder in het klassieke idee van je moet zorgen dat er geen wreedheid is, of je moet zorgen dat er geen dat je dieren goed behandelt, dat ze goed voeden, dat je niet verwaarloost enzovoort. Maar je zegt, ja, we moeten ons eigenlijk veel meer proberen te verplaatsen, of in ieder geval te accepteren dat die dieren een soort autonomie hebben waar wij mee te dealen hebben, zeg maar. Ja. In plaats van dat we maar blijven projecteren. Ja. Ja, en ik denk dat, kijk, die voorbeelden inderdaad, MeToo, Black Lives Matter, de discussie over gender zoals die gevoerd wordt, zorgen voor een bepaalde sensitiviteit ten aanzien van machtsstructuren en onzichtbare machtsstructuren. En ik denk dat die ook heel nuttig is in het opnieuw doordenken van die relatie tussen mensen en andere dieren. En kijk, we hebben heel veel verschillende soorten relaties ook met dieren. En daar geldt allemaal voor inderdaad dat we die dieren veel serieuzer moeten nemen. En dat we daarover moeten denken hoe het anders kan. Maar bepaalde dingen zijn ook zijn heel gewelddadig naar die dieren. Maar ook slecht voor mensen. Wanneer het bijvoorbeeld gaat over de vee-industrie zoals die op dit moment is ingericht. Het is een heel vervuilende industrie. Nou ja, we hebben nu in Nederland ook ineens discussies over landonteigening en dat soort dingen. Die waren eerder ook niet denkbaar. Nee. Dus er is onder de grote druk van een klimaatverandering in de verte die toch steeds dichterbij komt, verschuiven daar ook dingen. En kijk, al die verschillende sociale bewegingen hebben hun eigen kenmerken en hun eigen dynamiek. En er zijn ook dingen heel specifiek voor de relaties tussen mensen en dieren. Maar ze hebben ook bepaalde gelijkenissen. En dat is misschien ook hoopvol als je het hebt over deze tijd en veranderingen die zichtbaar zijn. Dat bepaalde dingen doordringen in het maatschappelijk bewustzijn, ook onder invloed van activisten. Bijvoorbeeld, ik vind dat bijvoorbeeld het voorbeeld van institutioneel racisme vind ik heel mooi. Mm-hmm. Een tijdje terug wist niemand nog wie dat was, behalve een paar vreemde academici of zo. En door steeds maar uit te leggen van ja, nee, zo werkt het. Zo is daar volgens mij echt een ander begrip over ontstaan in de politiek, in het publieke debat. En dat soort dingen, ja, dat is wel mooi. Nou, is er wel een kwestie van, als je die blik, zeg ik maar even, wil veranderen. Hè? Dat je zegt,
Dat begint misschien in academische betogen. Je noemt als voorbeeld, ik weet niet of het een inspiratiebron was, Peter Singer in 1975 was zijn boek Animal Liberation. Maar dat is toch wel, even kijken, dat is echt wel lang geleden, zullen we zeggen. En ik schrok eigenlijk toen ik dat 75 zag, denk ik van, goh, al die dus dingen die nu spelen, het heeft wel heel lang geduurd voor, en dan nog is dat bij heel veel mensen het kwartje niet gevallen. En is er ook een enorme, zoals bij alles nu, ook bij die bewegingen die waar we het net over hadden, is er ook een enorme tegenbeweging, waardoor politici heel geneigd zijn om heel mondjesmaat of klimaattop, mondjesmaat, of met de mond iets te blijven wat in de praktijk niet gebeurt. En in het geval van onze relatie met dieren, de bio-industrie, maar ook in bredere klimaattermen, is er ook wel enige haast bij. Dus hebben we eigenlijk nog tijd om die bewustzijnsverandering zo, moeten we die niet gewoon nu echt afdwingen? Of, want dat zeg, ik heb een klimaatactivist gesproken en zei ja, het moet gewoon nu wetten worden aangenomen en we moeten niet gaan wachten tot iedereen tot het besef komt dat hij een dier is te midden van andere dieren en verbonden is met de planeet. Want dat gaat nog heel lang duren voordat dat besef zo breed is dat iedereen daarna gaat handelen. Ja. Wat vind jij? Ja, nou ja, kijk, weet je, een van de dingen die je leert als je over dieren schrijft, en ik geloof helemaal niet dat alleen maar academische dingen of alleen maar activisme, de kunst heeft een rol te spelen, de literatuur, gewoon het publieke debat voeren. Maar kijk, voor de dieren, en dieren is al een vreemd woord, hè? Dat schrijft Derrida heel mooi. Dat wij een woord hebben, dieren, los van de mens, dat alle dieren vangt behalve de mens, is eigenlijk al een daad van geweld in de taal. Want het maakt gelijk wat niet gelijk is. Dus kleine spinnetjes en honden en kamelen zijn heel andere wezens, maar wij noemen ze allemaal dieren. En we scheiden ze van de mens, waardoor het als mens ook steeds makkelijker wordt om die dieren op te eten, uit te buiten enzovoort. Maar ik denk dus als je dit wat langer doet, kijk, het is voor heel veel dieren de hele tijd al te laat. Dus dat besef het is heel urgent. En als er iets was wat ik zou kunnen doen, en dat geldt voor veel mensen die ik ken, dan hadden we het ook al wel gedaan, weet je wel? Dus ik denk dat heel veel en het is heel, het is niet alleen de bio-industrie, het is ook de jacht en de experimenten op dieren en de entertainment-industrie en heel veel huisdieren die, het is nu ook weer met corona, met lockdowns. Kijk, je weet gewoon dat heel veel huisdieren het geweld op zich afkrijgen. Je weet dat heel veel huisdieren nu geadopteerd zijn. En mensen hebben allemaal coronapuppies genomen die ze weer terugbrengen als ze weer aan het werk gaan. Dieren zijn echt gebruiksvoorwerpen voor veel mensen. En dus voor heel veel dieren is het altijd al te laat. En dat is gewoon en dat is heel erg. En we hebben alles nodig. We hebben activisten nodig. We hebben politieke verandering nodig. En een verandering in het denken, een verandering in de cultuur. En ik denk ook dat het voor ons, weet je, we hebben het helemaal nog niet over luisteren gehad. Want dat is ook zo'n ding in onze cultuur en in de westerse filosofie. Heel vaak staat spreken centraal. Dat vinden wij ook een heel, dat doen we graag. Ik doe het ook graag hoor. Ik heb al heel veel aan het woord geweest hier vanavond. Wij zijn als mensen, weet je wel, we moeten juist leren om luisterende wezens te worden. Maar hebben we daar nog tijd voor? Nou ja, wij misschien wel en andere generaties misschien niet. Maar we moeten wel, kijk, dat is dus ook volgens mij echt een van de belangrijke politieke projecten van nu. Hoe kunnen we met z'n allen hoop houden en hoe kunnen we gaan hopen als politieke praktijk? Er is een filosoof die heet Ernst Bloch en die heeft daarover geschreven. En hij zegt, we moeten leren hopen als samenleving. Juist in het licht van de vernietiging en alles wat verkeerd is gegaan en verkeerd gaat. En dat is ook die lange termijn, weet je, die toekomst waar we het over moeten hebben met elkaar. We moeten het erover hebben hoe het beter kan. Want het alternatief is dat we met z'n allen de zee inlopen. En dat is dat kunnen we doen, maar daar wordt ook niemand beter van. Dat is een andere vraag die er wel mee te maken heeft. Is als je
Je zegt, we moeten leren luisteren, we moeten leren aanvaarden dat dieren een eigen cultuur hebben, een eigen taal hebben, vanuit een autonomie die wij ze moeten gunnen, zullen we maar zeggen, en niet moeten inbreken. Dat is wat ik zei, dat is een gigantische onderneming om dat te beseffen. En tegelijkertijd kun je, als je zegt van goh, maar die bio-industrie, dan kan iedereen zien hoe slecht het is en koop pragmatisch gewoon goed als je vlees eet. En er zijn steeds minder mensen die vlees eten, dus dat is ook wel een van die veranderingen die jij schetst. Maar als je vlees eet, zorg dan dat het een scharrelvlees is, enzovoort, enzovoort. En er zijn heel veel mensen die zeggen, nou ja, dat is al, dat is tenminste praktisch gezien. Terwijl als we die hele filosofische kentering willen meemaken, dan dat gaat zo... Maar weet je, ja, ik snap wel wat je wil zeggen hoor. Maar tegelijkertijd hebben we dus ook dat andere. Dat zit al in kinderboeken. Weet je, ik heb nu muizen. En dat zijn laboratoriummuizen en die komen van de Universiteit Utrecht trouwens. En die wonen in een hok of twee hokken, het zijn twee groepjes. En die muizen zijn ook gewoon de hele wereld op zich. Weet je, voor die muizen is hun eigen muizenleven ook het allerbelangrijkste leven dat er is. Maar het zijn ook wezentjes die enorm tot de verbeelding spreken. Mijn moeder die kwam langs een tijdje terug. En die zei ook van ja, het zijn echt van die wezentjes uit een kinderboek. En we hebben als mensen, kijk, dat hebben de dieren dan weer mee. Heel veel mensen hebben wel een bepaald soort gevoel voor dieren. Mensen leven samen met huisdieren. Sommige mensen houden heel erg van het kijken naar vogels. Weet ik veel wat. Dus het is niet iets wat van bovenaf wordt opgelegd afdwongen. Of afgedwongen. Het zit er ook al helemaal in. En ik denk dat, en dat is ook het leuke van het onderzoek naar dierentalen, dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Dat is iets wat mensen, wat hun blik laat kantelen. En ik denk dat het ook een belangrijke filosofie moet kritisch zijn en verhelderen. Maar ook de dingen die er zijn anders laten zien. Dat was Wittgensteins opvatting van filosofie, of een van de dingen die hij daarover zei. Dat is niet altijd zeg maar de hele omslag van de molen. Soms veranderen dingen ook ineens. Mm-hmm. Weet je, zijn er ineens van die gaatjes in de tijd waardoor er iets nieuws kan ontstaan. En dat, kijk, hoe dat gaat, dat kunnen wij niet voorspellen. Mm. Want dat ligt niet in onze macht. Maar er is altijd, in wat je ziet, is altijd meer dan je ziet. Mm-hmm. En hoe, want dat lijkt me dan, wat je zegt, mensen hebben al met heel veel dieren, zeker dieren waar ze meestal samenleven, maar ook wel met dieren die juist exotisch worden gevonden, mm-hmm. of ver van ons afstaan, hebben een fascinatie ervan. Maar er is altijd, je zegt, wij mensen zitten heel erg, we zijn eigenlijk opgegroeid eeuwenlang met een idee van de mens. En daar zijn allemaal verhardingen en verstarringen ingekomen, waardoor er een rare verhouding tot onszelf en tot de natuur is. Maar tegelijkertijd heeft de mens natuurlijk, die kan niet anders dan vanuit zichzelf kijken naar die natuur. Dus hetzelfde is dat mensen geneigd zijn om bijvoorbeeld, in een eenvoudig voorbeeld, om in huisdier te antropomorfiseren of zoiets. Sentimentaliseren eigenlijk. Ja. Hè, door zijn menselijke eigenschappen toe te dichten. Door die hond. Die hond die lacht, of die hond die... dat zijn onze beelden. En dat zijn de beelden waar we ook mee moeten werken. Maar jij pleit eigenlijk ook dat we in wezen een soort openheid moeten betrachten. Dat we ook de dingen die we niet begrijpen, accepteren. Ja. Merleau-Ponty, dat is een fenomenoloog, die zei, als je hetzelfde bent, dan heb je helemaal geen, dan is er geen sprake van begrip. Dan is er alleen maar sprake van een soort overeenstemming. Maar als je anders bent, dan kan er begrip ontstaan. Ja. En ik denk dat wij, mensen is ook niet één groep. Er zijn heel veel verschillende groepen en er zijn heel veel verschillende individuen en er zijn heel veel verschillende gemeenschappen. En dat je verhouden tot de ander. Kijk, dieren zijn, ik vind soort niet, mensen denken vaak dat soort een enorm obstakel is. Mm-hmm. Of het alleranderste ander of zo. Terwijl
dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Want er zijn gedomesticeerde dieren die mensen heel goed begrijpen. En andersom is ook veel onderzoek naar gedaan. Er zijn dieren die qua DNA heel dicht bij de mens zitten, zoals niet-menselijke primaten. Dus ik denk dat we het belang van soort overschatten. En dat er veel meer begrip mogelijk is. Mm-hmm. Maar kijk, er lopen ook verschillende vragen natuurlijk door elkaar. Want in het geval van mensen vinden we begrip, wanneer het gaat over vrijheid en samenleven en autonomie en dat soort vragen, dan weet je, je hoeft van mij niet van mensen te houden of van bepaalde groepen mensen te houden om ze te begrijpen, om ze toch op een bepaalde manier te respecteren. Want dat hebben we ook vastgelegd in rechten. En dat is dat zijn allerlei principes die we heel fundamenteel vinden voor het samenleven. En die ook degene die anders zijn beschermen tegen de willekeur van de meerderheid of de willekeur van een heel luide minderheid. Dus dat zijn dingen die we ook moeten doordenken in relatie tot andere dieren. Maar waar ik het vandaag ook heel erg over had en ook in mijn werk veel over heb, is inderdaad van, nou goed, die dieren hebben talen, culturen, perspectief op ons. Er is begrip mogelijk. Want dat zijn dingen die heel veel mensen denk ik niet weten, omdat we zo gewend zijn om te projecteren. Ja, en ook om dieren gewoon als dingen te beschouwen. Natuurlijk moet je ook voorzichtig zijn om niet, weet je, dieren hoeven helemaal niet zo als mensen te zijn. Maar tegelijkertijd leven we gewoon in een meersoortige wereld. Ja, ja. En er zijn nu natuurlijk ook mensen aan het schrijven over planten en bomen, hoe die zich tot elkaar verhouden. Ja. Het belang van paddenstoelen voor het voortbestaan van de planeet, al die dingen. En dat is ook, en wat het ook nog is, dat hele idee van, oh, we moeten iets inleveren of opgeven, dat zie ik eigenlijk helemaal niet zo. Want het is juist een ontzettende rijkdom en om om deel uit te maken van alles en te begrijpen ook dat je deel uitmaakt van alles. Kijk, wij gaan ook dood en dan zijn we lichamen en dan vergaan we. Weet je, dat is wie en wat wij zijn. En we hebben het grote en vreemde geluk dat we hier nu in deze kamer zitten en met elkaar kunnen praten en al deze woorden hebben en erover kunnen nadenken. En dat is fantastisch. Maar ja, we zijn ook lichamen en we zijn ook kwetsbaar. En dat delen we met die wezens. Wat me opvalt aan je werk, is dat aan de ene kant, en zoals je er ook over praat, is het heel gelijkmatig. Hè, dat je je analyseert en je beschouwt. En tegelijkertijd, ook in het essay van de maand voor filosofie, som je echt op waarom je heel boos bent. En die boosheid is ook bijna een soort gevoel van onmacht. Omdat je uiteindelijk denkt van ja, maar het gaat niet lukken. Of mensen gaan toch niet veranderen. Of is dat verkeerd geïnterpreteerd? Nou ja, ik vind boosheid wel een... Ik ben uit mezelf gewoon niet zo vaak boos. Dat is ik... mediteer ook graag. Ik ben eigenlijk heel... Weet je wat, ik voel dat niet zo. Maar er is ongelooflijk veel onrecht en we kunnen het zoveel beter doen als mensen. Weet je, het is zo, we hebben zoveel vermogen eigenlijk als we samenwerken. Of weet je, mensen doen ook zulke goede dingen. We kunnen heel goed voor anderen zorgen, voor elkaar zorgen. En er wordt de andere dieren echt heel veel geweld aangedaan. En andere mensen overigens ook. En er zijn ook dingen als de jeugdzorg. En nou ja, goed, er is van alles mis waar je kwaad over kan worden. Maar ik vind woede ook fijn, omdat het soms een instrument is en dingen helder kan krijgen. En als ik me niet goed voel of als ik denk waar doe ik het voor, weet je, waarom ik hoef vandaag ook voor mezelf deze dag niet door, vind ik het ook wel fijn dat ik me druk kan maken over dingen en dat ik dat dan voor die andere dieren kan doen. We gaan alweer naar het einde, maar er zijn ook al wat vragen binnengekomen. En dan denk ik dat we die even door kunnen nemen. Vraag van Henk. Moeten we de natuur grondrechten en vertegenwoordiging geven in de politiek? Daar zijn verschillende landen. In Zuid-Amerika zijn een aantal landen waarin dat al redelijk is vastgelegd. Meer dan hier in elk geval. Er zijn wat rivieren met rechten. En dat kan een handige
manier zijn om die aarde veilig te stellen en ook om het denken van mensen te veranderen. En eerlijk gezegd vind ik dierenrechten belangrijker dan natuurrechten, want de dieren lijden enorm en daar moet echt zo snel mogelijk een eind aan komen. Maar ik denk dat rechten een hele goede manier zijn om de belangen van wezens die kwetsbaar zijn te verankeren. Tegelijkertijd kan dat niet het einde van de discussie zijn. Het is niet zo, oh, we geven die entiteiten of dieren of ecosystemen rechten en that's it, dan is het goed. Want ik bedoel, we moeten het nog steeds erover hebben wat voor praktijken we ontwikkelen met elkaar, wat voor ons eigen leven. Ja, hoe de instituties werken, hoe de interactie daaruit ziet. Maar dat is eigenlijk bij alle discussies die we daarvoor hadden over al die nieuwe bewegingen, het zijn oude bewegingen, maar met nieuw elan, die ook zeggen als een man- en vrouwrelatie verandert, dan moet die man ook veranderen. Want anders kan niet alleen maar zeggen van vrouwen meer rechten, meer gelijkheid, gelijkheid, want het heeft ook invloed op hoe de man zich verhoudt. Precies, en dat is een goed voorbeeld. En wat je ook ziet, is dat er gebeurt wel iets als je die groep rechten geeft. Hè? Dus er is wel degelijk, het heeft wel degelijk nut, sowieso voor die vrouwen, maar ook voor de hele, het hele idee van gelijkheid. Maar we moeten alsnog, dus in aanvulling op die rechten, ook nadenken over onze houding als mens, nieuwe politieke praktijken ontwikkelen en op een andere manier ons tot die natuurlijke wereld verhouden. En die natuurlijke wereld gaat ons daartoe dwingen. Misschien ons niet, hè. Onze tijd zal het wel duren. Maar wel de kleine kindjes, denk ik, van nu en degenen die daarna komen. Is nog een vraag, zag ik. Oh, er zijn nog meer vragen. Naomi vraagt, als we andere dieren serieuzer moeten nemen als subjecten, geldt dat dan voor alle dieren, van spons tot chimpansee? Dat is natuurlijk iets, daar ga je ook wel iets op in. Want kijk, een lachende hond, of een hond, die is een huisdier is makkelijker mee te relaten dan een spons of een worm, die jij noemt. Je kunt natuurlijk zeggen, sommige dieren hebben taal, intelligentie, et cetera. En dat is een reden om sommige soorten anders te behandelen. Maar is dat niet het projecteren van menselijke waarden? Nou ja, heel vaak wordt in de dierfilosofie sentience als een soort gevoel, hè, baseline genomen. Ja, dat wordt dus ook door verschillende filosofen anders geïnterpreteerd. Sommigen zeggen alleen maar het vermogen tot het voelen van pijn en plezier. Anderen zeggen het vermogen tot het hebben van een subjectieve ervaring. Dus er is iemand in dat wezen die de pijn en het plezier ervaart. Maar het interessante van dat begrip sentience is dat het eigenlijk steeds maar verschoven is. Want er werd dus ook gedacht dat baby's niet sentient waren, hè, heel lang. Dat die geen pijn konden voelen. Daarom kregen ze ook geen goede pijnmedicatie voor operaties bijvoorbeeld. En je ziet dat in dat denken over dieren steeds maar opschuift. Dus er is over insecten is er nu veel te doen. Ik denk dat ze uiteindelijk sentient zullen zijn. Maar bijvoorbeeld bomen en planten, daar wordt die discussie ook over gevoerd. Die hebben geen centraal zenuwstelsel, geen, voor zover wij weten, subjectieve ervaring. Maar er komen dan alweer mensen met andere capaciteiten die wij misschien nog niet goed kunnen duiden, die toch erop zouden kunnen duiden dat ze een leven hebben dat beter of slechter voor hun kan gaan. Nou ja, dat is nog een beetje out in the open. Er zijn heel veel twijfelgevallen. Maar wanneer het gaat over basic rechten, dan is dat voor mij, zijn dat in elk geval die dieren die sentient zijn, maar eigenlijk wel de meeste dieren. Maar er is nog iets aan de hand, want er zijn dus ook heel veel dieren die, kijk, taal en dergelijke vermogens is geen voorwaarde om iemand behoorlijk te behandelen. Want dat vinden we in het geval van mensen ook niet. Hè? Ik bedoel, dat vinden we in het geval van kinderen niet. En ook mensen die zich anders uitdrukken of die niet neurotypisch zijn of weet ik veel. Daar gaan we die vinden we dan op basis van hun mens zijn nog wel de moeite waard. Nou ja, goed, dat is een belangrijk inzicht, maar zou ook voor andere dieren moeten gelden. Er zijn wel ook heel veel dieren die wel een perspectief hebben op de wereld en de samenleving. En dat is eigenlijk ook moreel en politiek van belang. En dat is ook waar we het net een beetje over hadden. Weet je, daar zit dan de uitdaging. Want hoe ga je die samenleving anders samen vormgeven? Nou ja, we zijn al in de vragen, dus dat wordt een heel lang verhaal. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Je zegt ook in het boek dat we dieren moeten groeten.
Ja, groeten is een goed begin. Dat doe ik nu ook met zal ik binnenkort doen met de muizen in mijn appartement in Parijs. Als ze weer langskomen schieten. Ze schrikken zelf altijd zo. Dus ik krijg eigenlijk nou eens de kans. Guus heeft een vraag. Eva vertelde net over die kenteringen die zij ziet in de wetenschap. Hoe zorgen we ervoor dat die kentering in het denken ook meer bij de samenleving terechtkomt? Dat is een belangrijke vraag. Hè? Die hebben we misschien al even aangestipt. Nou ja, kijk, er zijn heel veel verschillende wegen die naar Rome leiden, denk ik. Dus ik vind dat wetenschappers, en het is ook namelijk een vreemde tijd wat wetenschap betreft. Want er is ook een hele discussie over fake news en een soort scepticisme naar wetenschappers. Dus daar, dat is ook nog weer een discussie die we met elkaar moeten hebben. Maar goed, wetenschappers moeten zich, vind ik, in het publiek debat roeren over dit soort onderwerpen. Omdat er gewoon mensen zijn die hier heel lang over nadenken en echt veel over weten. En dat is gewoon, dat is een belangrijke stem. Daarnaast zijn denk ik heel veel mensen bezig met verenigingen, initiatieven, manieren om bepaalde zaken onder de aandacht te brengen. En iedereen heeft haar zijn hun eigen talenten die ze kunnen gebruiken. Of dat nou kookavonden zijn voor de buren of filmpjes maken op internet of podcasts of een nieuwe vereniging opzetten. Ik denk nu met mijn muizen over een nieuwe. Want mensen hebben een heel verkeerd beeld van muizen. Hè? Jij vindt wel leuk dat je muizen gaat groeten. Want mensen denken dat het een soort. Ze worden ook heel veel gebruikt in dieronderzoek, maar we weten heel weinig van ze. Want ze worden alleen maar als een soort proto-mensjes gebruikt. Mm-hmm. Hè? Dus bijvoorbeeld onderzoek naar gezichtsuitdrukkingen bij muizen. Nou, dat zijn belachelijke onderzoeken waar ze echt als een soort machientjes uitkomen. Terwijl die muizen van mij, die hebben heel veel gezichtsuitdrukkingen. En zeker van het oude groepje muizen, die ken ik nu heel goed. Die nieuwe, die zijn wit, die ken ik nog niet zo goed. Okay. Dus die kan ik ook niet helemaal herkennen. Maar ik ga met de muizen misschien ook een nieuwe vereniging opzetten. Muizen tellen ook mee. Maar goed, iedereen draag je steentje bij. En waar ik vind burgerinitiatieven ook belangrijk. Dus dat er eigenlijk plekken zijn in de samenleving waarover we met elkaar over dit soort dingen kunnen praten. Want heel veel mensen hebben hun eigen perspectief vanuit hun eigen achtergrond. Is het, laten we zeggen, de academische oorsprong van heel veel van deze ideeën ook een soort hindernis dat er erg veel, toch wel, nou, niet jargon, onduidelijk jargon, maar best wel specifieke technische termen worden gebruikt die niet heel courant zijn in de samenleving zelf? Is dat een hindernis? Ik weet het niet. Ik denk eigenlijk dat we moeten leren beter met elkaar in gesprek te gaan, ook als mensen. Omdat er een trend is waarin, en sociale media is hier debet aan. Ik ben helemaal niet tegen sociale media, want ik zie het ook heel erg als een manier om kennis te verspreiden en verbanden te leggen en mensen te ontmoeten. En nou ja, weet ik veel, zeker nu in deze tijd is dat belangrijk. Maar er is een soort, ook in de kranten, een trend dat alles korter moet en sneller en behapbaarder. Terwijl heel veel dingen zijn ingewikkeld. Mm. En laten we de ingewikkeldheid terugbrengen in het publieke debat. Op een manier die mensen niet buitensluit, maar de ruimte geeft. We moeten echt de tijd nemen om met elkaar te praten. En of dat discussieavonden zijn. Ik denk ook dat dat de politiek meer moet investeren in plekken waar mensen met elkaar kunnen praten en waar dat ook echt invloed heeft. Want dat is uiteindelijk de manier hoe we, hoe we verder komen met elkaar. De samenleving vormgeven. Een laatste vraag. Wat betreft natuur. Het ging eerder over het feit dat mensen natuur romantiseren of juist dingen natuur noemen die volledig door mensen gemaakt zijn. Maar is dat erg en waarom dan? Nee hoor, dat is. Nou ja, kijk, het is erg in zoverre. Het is erg wanneer je niet meer ziet wat je tegenover je ziet. Dus wanneer de natuur een decor wordt voor mensen om hun mens zijn te kunnen uiten, is het misschien problematisch. En wat voor mij in die. In dat denken over mens en natuur problematisch was, is als die natuur alleen maar als iets buiten de mens voorgesteld wordt. Omdat dat ook weer de mens als buiten de natuur voorstelt. Terwijl we eigenlijk veel meer die verwevenheid moeten
accepteren, analyseren en herdefiniëren. Maar kijk, Wittgenstein, soms als ik niet weet wat ik ergens van vind, dan denk ik, wat zou Wittgenstein ervan vinden? En hij zou zeggen van ja, maar dat begrip natuur wordt eigenlijk op heel veel verschillende manieren gebruikt door mensen. En dat noemt hij dan taalspelen. Dus dat begrip natuur komt op verschillende manieren voor. En die dienen een doel in discussies. Dus de dingen hoeven niet per se erg te zijn. Maar omdat er nu een probleem is in die verhouding mens en natuur, moeten we dat begrip beter gaan doordenken met z'n allen. En dat is wat mij betreft een democratische taak. En met zijn allen bedoel ik dus ook met de andere dieren. En we zouden dat ook buiten kunnen gaan doen. Dat is nu met corona ook geen slecht idee. Het schijnt dat veel mensen zijn gaan wandelen. Mm-hmm. Dus dat, en het, ook in de stad, hè? Want dat, door de stad lopen is ook, kan ook een hele natuurwandeling zijn. Nou ja, dat is wat Daniel Dennett zegt. Dus als een bever een dam bouwt of een mens een wolkenkrabber, is eigenlijk, het is allemaal in de natuur. Dus het is in die zin allemaal natuurlijk. Of cultuur kun je het ook noemen, maar die dam van die bever is dan ook cultuur. Ja. En je lijkt dan in laatste instantie om af te sluiten, toch wel hoopvol op dat bewustwordingsproces, want dat is eigenlijk wat, of bewustzijnsverandering, want dat is eigenlijk het belangrijkste wat noodzakelijk is, en vervolgens om tot handelen over te gaan. Je bent daar best wel optimistisch over. Nou ja, eigenlijk, ik ben helemaal niet optimistisch, maar ik denk dat, misschien ben ik ook wel over sommige dingen wel optimistisch, maar ik denk dat het is ook onze taak om optimistisch te zijn, om te geloven dat dingen wel kunnen. En we weten het ook niet. Hè? Het is ook, we moeten ook, dat is zo mooi van Hannah Arendt, die als over de politiek schreef, ook over een plek waarin iets werkelijk nieuws tot stand kan komen. En dat er ook nieuwe dingen kunnen zijn, dat vind ik een hoopvolle gedachte. Ja. En ook dat die ontstaat juist in de, volgens Arendt, in de veelheid van perspectieven en in het anders zijn van iedereen. Want dat is, ja, dat staat ook een beetje haaks op wat mensen denken. Die denken juist dat het misgaat als iedereen anders is. Hè? Dat een obstakel is. En kunnen er ook vaak moeilijk mee omgaan. Daarom is die vraag ook misschien over die, om je betrokken te voelen bij het leven van een worm, vereist toch wel, gezien onze culturele achtergrond, echt wel veel in. En niet alleen vanwege die achtergrond, maar ook vanwege die veelheid van perspectieven die je moet toelaten. Ja. Die onderzoeken die je moet plegen, die bewustwording die je moet groeien. Dat is ook wel veel gevraagd voor mensen. Er is een antropoloog, Arturo Escobar, die heeft het over het pluriversum. En daarmee doelt hij eigenlijk op het feit dat wij als mensen, want hij heeft het over menselijke culturen, niet in één universum leven, maar in heel veel verschillende, in een wereld waarin heel veel verschillende kennissystemen en gemeenschappen en politieke systemen zijn. En dat is best ingewikkeld voor mensen. Dat is ingewikkeld, maar ik vind het ook een heel mooi beeld. En ik denk dat dat pluriversum, dat al die dierwerelden en die plantwerelden en al die andere werelden er ook bij horen. En dat het ook heel vaak overlapt en elkaar kruist. Ik denk dat wij al veel meer soortiger zijn dan we zelf denken. En dat, ja, die hele moeilijkheid van het samenleven met andere mensen. Waarin vrijheid en verbondenheid dus ook niet haaks op elkaar staan, maar juist met elkaar verweven zijn. Het gaat erom, je kunt elkaars vrijheid ook vergroten. Dat zijn de politiek filosofen Soudanssen en Will Kimlicka, die schrijven veel over dieren. En die zeggen van ja, mensen hebben zoiets van gedomesticeerde dieren, die zijn afhankelijk en dat is problematisch. Maar zij zien vrijheid juist heel erg als dat we allemaal in afhankelijkheidsrelaties tot elkaar staan. Ja. En proberen elkaars vrijheid steeds meer te vergroten. Maar
Ja, waar hadden we het ook weer over? Nou ja, over het lijkt me een heel mooi slot. Er zijn geen nieuwe vragen en we zitten ook aan de tijd. Dus ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En het heeft mijn, ik kan niet zeggen ogen geopend. Ik was wel met de thematiek enigszins vertrouwd. Maar het heeft me ook toch een aantal dingen, die neiging om zeg maar dieren een zekere autonomie te gunnen. Waar ik nog steeds een beetje moeite heb met die worm, zou ik maar zeggen. Een chimpansee is toch makkelijker. Is ook zo, is ook voor ons makkelijker. En het heeft me zeker aan het denken gezet. Ik wil je heel hartelijk bedanken en ik wil de vraagsteller heel hartelijk bedanken. De organisatie van deze gesprekken, heel erg bedankt. Dit was de laatste in weer wat andere omstandigheden. We hadden gedacht met een volle zaal te kunnen spreken vanavond. Maar ik hoop dat u met plezier heeft gekeken en of eventueel terugkijkt. Dank u wel.